Goedenavond allemaal. Fijn dat ik hier vanavond bij jullie mag zijn achter een geïmproviseerde spreekgestoelte. Om met elkaar na te denken over het thema Dien God aan de hand van de geschiedenis van de Heer Jezus en Nicodemus. Dien God. Dat is het mooiste wat er is. Dien God met blijdschap, zingt Psalm 100. En het dienen van de Heere geeft meer vreugde in je leven dan alle lol en vermaak die deze wereld je te bieden heeft. En ik hoop dat je die vreugde van het dienen van de Heere in je eigen leven al hebt leren kennen. God dienen, dat is het mooiste wat er is. Maar tegelijkertijd moet ik je ook heel eerlijk zeggen, God dienen is het moeilijkste dat er is. Denk eens even mee over dat woord dienen. Dienen, dat betekent dat je onder iemand staat. Dienen, dat betekent dat je naar iemand luisteren moet. Dienen, dat betekent dat die ander het belangrijkste is en dat hij het voor het zeggen heeft. En dat zijn dingen die staan niet zo hoog in mijn boekje. Daar hou ik niet zo van. En daarom zingt Psalm 100 ook: erken dat hij ons heeft gemaakt, een volk tot zijn dienst bereid. Psalm 100 zegt het al, om God te dienen is een wonder in je leven nodig. Om God te leren dienen. Om te leren dat dat het mooiste is dat er is. En vanavond gaan we dat met elkaar zien vanuit de geschiedenis van de Heer Jezus en Nicodemus. Laat hem eerst even voorstellen, Nicodemus. Hij was een mens uit de Farizeeën. En tegenwoordig klinkt dat niet zo positief. Als ik vanavond tegen Vincent zeg, je bent echt een Farizeeër, dan denk ik dat hij volgende keer niet meer bij me op catechisatie wil komen. Want dan denkt hij dat hij uitgescholden is. Maar in de tijd van de Bijbel, als je tegen iemand zei, je bent echt een Farizeeër, dan was dat een compliment. Want de Farizeeërs, dat waren de mensen die het meest bezig waren met de dienst van de Heere. Buiten Bijbelse bronnen die zeggen, de Farizeeërs die stonden bekend om hun vriendelijkheid en hun vroomheid. Farizeeërs waren mensen die dicht bij het woord leefden en daarin studeerden. Wij zouden zeggen, ze deden heel veel aan Bijbelstudie. Farizeeërs, dat waren de mensen die Gods wetten serieus namen. Het waren niet van die mensen die zo gemakkelijk mogelijk probeerden te leven, een beetje op het randje van kerk en wereld, maar ze gingen er helemaal voor. En de mensen in Israël waren ervan overtuigd, de Farizeeërs, dat zijn nou echt kinderen van God. En om heel eerlijk te zijn, waren ze daar zelf ook wel van overtuigd. Nicodemus, een Farizeeër. Een betrokken, een serieuze, een godsdienstige man. En hij was niet zomaar een Farizeeër. Hij hoorde ook bij de overste der Joden. En het blijkt verderop uit het Johannes-evangelie dat hij hoorde bij het Sanhedrin. De 70 mannen die het voor het zeggen hadden in het land van Israël. Hij was een gerespecteerd man. En als je wilde weten hoe je moest leven, als je wilde weten hoe je behouden moest worden, dan moest je bij de mensen zoals Nicodemus zijn. Want die wisten het. En die konden het je vertellen. Die konden leiding geven aan andere mensen met levensvragen. Zij waren de voorbeelden. En dan lezen we van deze Nicodemus dat hij in de nacht tot Jezus kwam. Bijzonder eigenlijk. Daar zien we die man uit het Sanhedrin in het donker op zoek gaan naar de plaats waar de Heer Jezus verblijft. Dat heeft hij kennelijk van tevoren uitgezocht. Hij weet waar hij moet zijn, maar hij gaat niet openlijk naar hem toe, maar als niemand hem ziet. Want hij wil wel eens met die Jezus van Nazareth praten. Waarom zou hij dat gewild hebben? Nou, dat staat niet zo in de Bijbel, maar als we kijken naar de vragen die Nicodemus stelt en als we letten op het vervolg van het gesprek, dan is het wel duidelijk. Nicodemus had toch wel vragen in zijn leven hoe dat nou precies zat met zijn Farizeeër zijn
En die man die dan toch gewoon uit het gewone volk opkwam en preekte en zoveel aanhangers had. Wat was dat nou voor een man? En klopte dat allemaal wel? Ik denk dat Nicodemus ergens in zijn leven een aarzeling heeft gehad. Bij de positie die hij had bereikt in zijn omgang met het woord. Maar is dit het nou? Klopt het nu dat ik op de goede weg ben? En als die man gelijk heeft, heb ik de dingen dan? Of mis ik ze nog? Is het bij mij zo, zoals Jezus spreekt? En als we zo die Nicodemus zien lopen, dan wordt eigenlijk vanuit de Bijbel een spiegel voor jou en voor mijn leven gehouden. We hebben net een kennismakingsspel gedaan. Maar ik vraag aan je, wie ben jij nou eigenlijk? En wat kom jij doen op deze conferentie? Waarschijnlijk ben je een betrokken jongere. Iemand die graag naar de kerk gaat. Waarschijnlijk ben jij een jongere die zelf zijn Bijbel opent en ervan doordrongen is. Dat je behouden en bekeerd moet worden. Misschien zijn ze in de gemeente wel blij met je, omdat je betrokken bent, omdat je serieus bent. En het kan zelfs zo zijn dat je diep van binnen ook wel blij bent met jezelf. Want jij zit hier. En er zijn zat andere jongeren in je gemeente die niet naar conferentie zouden willen. Maar dan stel ik toch de vraag, ook naar aanleiding van die Nicodemus die zo zoekende is geraakt. Maar niet alleen wie ben jij nou, maar hoe is het nou bij jou van binnen? Hoe is het nou tussen de Here en jouw hart? Is het goed met je? Kun jij sterven? Heb jij van de Here genade gekregen? Is je ziel gered? En je zonden vergeven? Dien jij de Here ook met je hart? En doe je dat op jouw manier? Of doe je dat op zijn manier? En dan hoop ik dat je naar Amerongen gekomen bent ook met vragen. Met vragen in je hart. Van die wezenlijke vragen. Wie ben ik nu voor de Here? En wat heb ik toch nodig? Op mijn levensreis door de tijd, wat heb ik nou ook nodig om één keer God te ontmoeten? En wat is het goed als er vragen zijn in je leven? Dat je met vragen naar Gods woord toe gaat. En met vragen in je hart de Bijbel opent. Wat is het goed als er vragen in je hart zijn als je naar een preek luistert? Dat je werkelijk vragen hebt om aan de Here voor te leggen als je 's avonds je knieën buigt. Nicodemus had ook vragen. En we zouden vanavond allerlei negatieve dingen over Nicodemus kunnen zeggen. Wat hij niet wist en wat hij verkeerd deed. Maar wat is Nicodemus een voorbeeld? Hij heeft niet zijn jasje rechtgetrokken van ik ben de Farizeeër en ik weet het en ik zit in het Sanhedrin. Maar hij ging met die vragen op zoek naar degene die alleen maar antwoorden geven kon. En ik hoop dat we op deze conferentie goede gesprekken met elkaar mogen hebben. Met elkaar van hart tot hart mogen praten. Ik hoop dat de Heer de staf ook de wijsheid geeft om jullie daarin te begeleiden. Dat er misschien vanavond in deze inleiding iets zit wat een antwoord is op vragen die jij hebt meegenomen. Maar ik hoop vooral dat je zulke vragen hebt waarvan je zegt, ja, die kunnen alleen maar door de Heer zelf worden beantwoord. Ik zal het zelf uit zijn mond moeten horen. En zie je daarin gedachten die belangrijke fariseeën zo bij de Heer Jezus naar binnen gaan. Ik vind het wel heel ontroerend dat hier niet staat dat de Heer Jezus op bed lag. Dat hij aan het slapen was. Want Jezus wist dat die man kwam. En hij wist waarom hij kwam. En hij kende zijn hart. En jongens, wat is dat rijk? De Heer Jezus is nu niet meer op de aarde, maar hij is nog dezelfde in de hemel. En hij ziet je hier vanavond zitten. En hij weet wat er bij je van binnen leeft. En ook op deze conferentie
Wil hij luisteren? Wil hij onderwijs geven? Wil hij antwoorden geven? En daar komt Nicodemus aan. En waar moet je beginnen? Wat moet je nou zeggen? Denk er eens over na. Wat zou jouw openingszin geweest zijn als je met Nicodemus mee mocht? Welke vraag zou jij willen stellen? Je ziet Nicodemus heel voorzichtig een opening maken. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Nicodemus begint door de Heer Jezus wat te zeggen. Hij heeft iets heel bijzonders in de Heer Jezus gezien. God is met hem. Dat blijkt wel uit de wonderen die hij deed. Hij wil daarmee eigenlijk zeggen, wilt u nou eens vertellen hoe dit allemaal komt? Want u bent meer dan een gewone man, dat heb ik wel gezien, dat weet ik. En is het je wel eens opgevallen dat het antwoord dat de Heer Jezus geeft eigenlijk helemaal geen antwoord is op de vraag van Nicodemus? Want de Heer Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus kwam met een vraag, met een opmerking. En de Heer Jezus stuurt het gesprek gelijk een andere kant op. De Heer Jezus stoot gelijk door naar de kern, naar het belangrijkste. En dat kan nog wel gebeuren. Dat je bepaalde vragen hebt. Dingen die ontzettend belangrijk voor je zijn. Waar je mee loopt, waar je mee bezig bent. Misschien wel aan de Heer gevraagd of je daar op deze conferentie een antwoord op mocht krijgen. Maar dan kan het zijn dat de Heer door zijn woord een andere kant op gaat. Dat het niet meer gaat om de vragen waar jij mee loopt. Maar de Heer Jezus gaat in het leven van Nicodemus iets anders aanwijzen. Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En we kennen deze tekst natuurlijk. Je hebt hem vroeger op school wellicht uit je hoofd moeten leren. Maar besef goed wat hier gezegd wordt. Daar komt een van de geestelijke leiders van Israël aan. Een van de meest vrome mannen van het land van Israël. En de Heer Jezus zegt, als jij niet wederom geboren wordt, als jij niet opnieuw geboren wordt, je zult het koninkrijk van God niet eens kunnen zien. Je beseft niet eens waar dat is. Je bent als een blinde. Je staat daar buiten. Nicodemus, je denkt dat je God dient. En je denkt dat je heel wat bereikt hebt. Maar Nicodemus, het klopt niet. Als ik naar jouw leven kijk, dan ontbreekt alles. Nou, dat is een antwoord. Dat is een antwoord van de Heer. Als je met vragen komt en er dan vanuit de Bijbel blijkt, je hebt nog niet eens een beginnetje. Maar je mist nog alle dingen. Je staat er buiten. En de Heer Jezus heeft deze opmerking aan Nicodemus heel algemeen geformuleerd. Hij zegt niet tegen Nicodemus, als jij niet wederom geboren wordt, maar tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Nicodemus, dit geldt voor jou, maar dat geldt voor al je landgenoten. Dat geldt voor alle mensen die het evangelie zullen horen. Dit geldt voor de jongeren op de Bijbelstudieconferentie in Amerongen. Dit geldt alle mensen. Als jij, als ik niet opnieuw geboren word, je zult het koninkrijk van God niet kunnen zien. En dat is nogal een verandering. We zijn allemaal geboren, daar weten we niets meer van, maar je ouders kunnen daar nog over vertellen. Een nieuw begin. Door God geschapen. Een uniek mens ben jij. Zo uit Gods hand gekomen. Zoals jij bent met jouw lichaam, met jouw karakter, met je sterke en met je zwakke kanten. Zo heeft de Heere jou geschapen. Zo moest jij geboren worden. En een jaar voor jouw geboorte bestond je nog helemaal niet.
Er was zelfs geen gedachte aan jou. De Heere heeft iets nieuws geschapen. En juist dat beeld gebruikt de Heer Jezus als het gaat om het dienen van de Heere. Om de Heere te kunnen dienen moeten we elkaar niet wat aanmoedigen om nog beter ons best te doen. Moeten we niet her en der een zonde bestrijden? Moeten we niet wat serieuzer worden alleen? Nee, zegt de Heer Jezus, het kwaad van de zonde zit zo diep in ons hart. Wij moeten helemaal opnieuw geboren worden. De Heer moet een heel nieuw begin in ons leven maken. En dan heeft hij geen aanknopingspunten. Bij wie dan ook van ons. Wederom geboren worden. En dan is het zo mooi uit Johannes 3. Nicodemus krijgt zo'n antwoord en hij begrijpt er eigenlijk helemaal niets van. En dat zegt hij ook heel eerlijk. En ik hoop dat dat jou ook wel eens is overkomen. Of dat dat nog steeds wel gebeurt. Dat je iets leest. Dat je iets hoort. En dat je er niets van begrijpt. Nee, en dan bedoel ik nu niet dat er een paar verouderde woorden in de Bijbeltekst voorkomen, maar dat je niet begrijpt waarom jij nu dit antwoord en deze boodschap krijgt. En dan gaat Nicodemus aan de Heer Jezus uitleg vragen, hoe kan dat nu? Wat moet er dan gebeuren? Ik kan toch niet opnieuw in de buik van mijn moeder gaan? En dan gaat de Heer Jezus verder onderwijs geven, maar moet je eens opletten wat er gebeurt. Daar komt Nicodemus binnen met het verlangen om eens eventjes als twee gelijkwaardige mensen met elkaar een gesprek te hebben en wat te bediscussiëren. En dan zegt de Heer Jezus wat. Nicodemus begrijpt er niets van en dan wordt hij van een zeer gewaardeerde fariseer wordt hij een leerling. Iemand die altijd geconsulteerd werd als het ging om een geestelijke vragen, die moet nu naar een ander leren luisteren. En dan merk je zo dat de rollen omkeren. Hier gaat Nicodemus beginnen God te dienen. Beginnen om te luisteren. Beginnen om te horen wat de Heer Jezus tot hem spreekt. Nicodemus wordt op zijn plek gezet. Is dat bij jou ook al gebeurd? Heb je plek gezet? Ik zal dat moment nooit meer vergeten. Op mijn zolderkamer. Lezend in mijn Bijbel voordat ik ging slapen. Erg onder de indruk van mijn eigen kennis, van mijn eigen betrokkenheid. Maar toen dat woord van de Heer uit Jesaja, waarbij hij mij de naam zondaar gaf. En waarbij de hele wereld omkeerde. Waarbij de vragen kwamen. Waarbij ik het niet meer wist. Waar ik anders ging luisteren, ook naar die dominees die echt niet op mijn favoriete lijstje stonden. Anders Bijbel lezen. Anders bidden. Andere vragen. Niet meer kritisch, niet meer schimpend. Maar Heere, hoe moet het nou met mij? Zou u mij willen leren? En dan kun je nog steeds heel veel van de Bijbel weten. Dan kun je nog steeds heel graag en heel veel in je Bijbel studeren. Dan kun je misschien van allerlei kennis zo spuien richting anderen. Maar hoe moet het nou met mij? En dan zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. De Heer Jezus zegt, als je alleen maar uit het vlees geboren bent, als je alleen maar geboren bent uit je moeder, als je alleen maar mens bent, een mens zonder genade, een mens zonder de Heilige Geest, dan snap je dit niet. Dan zie je dit niet, dan ervaar je dat niet, dan is er geen antenne voor, dan is er geen aansluiting. Maar wanneer je uit de geest geboren wordt, wanneer de Heilige Geest in je leven werkt, dan ga je de dingen anders zien. Anders beleven. En dan nog een vraag van Nicodemus. En het is de laatste vraag uit dit Bijbelgedeelte, dat vind ik ook zo mooi.
Want dan stelt Nicodemus nog één vraag en daarna gaat hij alleen maar luisteren en heeft de Heer Jezus het laatste woord. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Hoe kan dat dan? Ik hoop dat je die vraag ook kent. Hoe werkt dat dan? Hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? En dan zegt de Heer Jezus tegen hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Nicodemus, je bent een leraar. Je leeft toch bij de Bijbel? Je hebt het toch zo vaak gelezen? Je kunt dit toch vertellen? Hoe komt het dat jij dit niet weet? In de voorbereiding zat ik daar zo nog eens over na te denken. Dan kan het dus zijn dat je aan het lezen bent in de Bijbel. En dat je daarmee bezig bent. En dat je over die dingen die zo belangrijk zijn voor je ziel heen leest. Heer Jezus zegt, hoe komt het toch, Nicodemus, dat je dat niet ziet? Hoe komt het toch dat je een Bijbel hebt en het toch nog niet weet? Maar de Heer Jezus laat het niet bij een verwijt. Maar dan gaat hij in alle rust en in alle liefde Nicodemus vertellen wat hij nodig heeft. De Heer Jezus zegt niet tegen hem, jij eigenwijs fariseertje, ga nou maar weg. En als je een beetje ootmoedig bent geworden, dan kom je nog maar eens terug. De Heer Jezus zegt niet, nou ga je eerst maar eens een poos over die dingen nadenken. En als je toe bent aan nieuwe vragen, dan ben je wel weer welkom. Maar de Heer Jezus neemt hem apart. En die gaat hem leren wat hij nodig heeft. Dan gaat de Heer Jezus vertellen wie hij is. De Heer Jezus heeft het gezegd. Dat hij de zoon des mensen is die uit de hemel is gekomen. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, weet je wat er nou nodig is om mensen zoals jij te redden? Daarvoor moest ik, Gods zoon, vanuit de hoge hemel, vanuit die plaats van heiligheid naar de aarde komen. Want jullie zijn zo verdwaald en zo verloren. Jullie moeten door mij opgezocht worden. Ik moet jullie zoeken. Ik moet jullie onderwijs geven. Want anders blijf je doordwalen op je eigen weg. En niet alleen dat, ik ben niet alleen neergekomen. Maar ik zal straks ook verhoogd worden. Dan zal ik aan een kruis gehangen worden, net als die koperen slang in de woestijn. Voor mensen die helemaal vol zitten met het gif van de zonde. Misschien ben jij er ook wel zo heen. Misschien heb jij ook nog wel een donkere kant in je leven. Misschien heb je wel geheimen. Misschien zit je hier wel, maar is van binnen de wanhoop. Want de zonde is zo sterk. En de verleiding is overal om je heen. En je kunt jezelf maar niet in bedwang houden. Dan denk je misschien van binnen, in mijn leven zijn zoveel dingen misgegaan. Ik heb zoveel dingen tegen de Heer gedaan. Zou er voor mij nog wel genade zijn? Zou de Heer niet misselijk worden van mij? Zou hij geen afkeer hebben van mij? Maar dan zegt de Heer Jezus, weet je, ik ben al gekomen om verhoogd te worden, net als die slang. En welke Israëliet het ook was. En hoe ver die ook heen was. En hoe dicht bij de dood hij ook was, dat weet je, Nicodemus. Ieder die zag op de koperen slang, die werd behouden. En daarvoor zal ik straks aan het kruis verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Aan het begin kwam je dat algemene woord ook tegen. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, dat geldt alle mensen. Dat geldt jou en dat geldt mij. We moeten door de Heere vernield worden van binnenuit. De Heere zal een nieuw begin in ons leven moeten maken. Maar hier kom je weer zo'n algemeen woord tegen. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Wie dan ook. Wat je leeftijd ook is, waar je ook vandaan komt. Wat jouw zonden ook zijn. Wat jouw levensgeschiedenis ook is. Hoe zwart het van binnen is. Hoe wanhopig. Wie dan ook.
Daar sluit de Heere niemand uit. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. En dan valt het zo op als je die heel bekende teksten leest. Dat er zoveel rijkdom in zit. En we kennen die teksten zo goed. Dat heel veel van die rijkdom zo langs ons heen gaat. Vers 15. Niet verderven. Dan zegt de Heere Jezus, je hoeft niet verloren te gaan. Want in mij is behoud. Voor jongeren. Voor stafleden. Voor ouderen. Vers 16. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Niet alleen verlost van een eeuwige ondergang. Maar de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, ik ben gekomen om door mijn lijden en sterven eeuwig leven te geven aan mensen die eigenlijk de dood verdiend hebben vanwege al hun zonden. En hij zegt het nog een keer in vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. De Heer Jezus zei het tegen Nicodemus. En hij zegt het vanavond ook tegen jou. In mij kun je zaligheid vinden. In mij is verlossing. En wat er ook in jouw leven gebeurd is. Wat er ook tussen de Heer en jouw ziel instaat. Welke gedachten er ook in jouw leven rondgaan. De Heer Jezus zegt het door zijn woord. Opdat een iegelijk die in mij gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En weet je hoe dan? Door het geloof, zegt onze tekst. Opdat een iegelijk die in mij gelooft. Dus Nicodemus, het gaat er niet om dat je een nog nettere fariseer wordt. Het gaat er dus niet om dat je je hele leven moet werken om alle regels te houden en keurig dat paadje moet blijven bewandelen. En als je in de zonde zou vallen en mis zou stappen, dan is het helemaal verkeken. Nicodemus, dat is de weg tot God niet. De weg van behoud is de weg van geloof. En wat is nou geloof? Dat is die lege hand. Die de Heer niets kan geven. Die de Heer niets kan geven om de genade mee te kopen of om de genade mee te verdienen. Maar die het van de Heer krijgen moet. En die lege handen mag je de Heer iedere dag laten zien. Hoe vaker, hoe beter. En lege handen wil Hij ook vervullen. Opdat een iegelijk die in Hem gelooft. En daarom, jongeren vanavond, weet je wat God dienen is? Dat is buigen. Dat is klein worden voor de Heere. Dat is een streep door je hoogmoed. Dat is een streep door ik weet en ik kan en ik zal. Maar dat is net als Nicodemus. Hoe kunnen deze dingen geschieden? Wilt u het me leren? Wilt u me dingen afleren? Wilt u me dingen geven? Weet je hoe je God dient? Word nou eens eerlijk. Juist ook over die donkere kamers in jouw leven en beleid de Heere je zonde. En vraag Hem niet alleen om kracht om daartegen te strijden. Dat wil Hij ook geven. Maar wellicht heb je al geleerd dat er meer nodig is. Een hele vernieuwing van je wil, van je verlangens. En vraag nou deze leraar om jouw leidsman te zijn. En blader je Bijbel dan door van Genesis 1 tot Openbaring 22. Heeft hij ooit iemand weggestuurd die levensvragen voor hem had? Heeft hij ooit iemand weggestuurd omdat hij zei, met u is niets te beginnen? Heeft hij zelfs niet de jongste kinderen willen ontvangen om hen te zegenen? Is er dan niet bij Hem zoveel ruimte voor jongeren en voor ouderen? We zitten vanavond naast Nicodemus. We hebben geluisterd naar wat hij te horen kreeg over
die wedergeboorte, de vernieuwing van het hart door de Here. Over het geloof wat zelf niets heeft, maar in de Here Jezus alles ziet en alles uit hem krijgen mag. En zoals ik net al zei, Nicodemus zegt niets meer. Nicodemus is stil. En dat zou zomaar kunnen gebeuren, ook deze conferentie. Dat er iets naar binnen gaat, waar je eerst eens een poosje over na moet denken. Wat je de komende tijd in je hart meedraagt en voor de Here neerlegt. Wilt u leiden? Wilt u leren? En in het leven van Nicodemus is deze nacht tot zegen geweest. Hij kwam niet met de goede vragen. Maar de Heer Jezus zorgde dat die goede vragen er kwamen. Hij kwam niet op de juiste manier als je keek naar zijn hart. Maar de Heer Jezus zorgde dat hij een hart kreeg met vragen en met ootmoed. En als je het Johannes-evangelie verder leest, dan merken we dat Nicodemus het in het Sanhedrin opneemt voor de Heer Jezus. Dan merken we de liefde die er is gekomen als gevolg van de omkering van zijn hart. En later, als alle discipelen zijn weggevlucht, is Nicodemus een van degenen die de gestorven Heer Jezus liefdevol mag begraven. God dienen. Dat was het leven van Nicodemus. En eerst kon hij het. God dienen. Toen de Heer Jezus met hem had gesproken, toen kon hij het niet meer. En wist hij het niet meer. Maar God dienen. Dat mocht Nicodemus voor het eerst echt gaan doen. Door het onderwijs wat de Heer Jezus hem gaf. En ik wens jullie een conferentie toe met veel gezelligheid. Samenbindend rondom het woord. Maar ik hoop vooral dat jullie naast Nicodemus mogen zitten. Om te luisteren naar wat de Heere tot jullie zegt. En dat in jullie leven ook blijken zal, nu of in de toekomst, dat het onderwijs uit Johannes 3 ook in jullie leven tot eeuwige zegen is geweest. Dat geven de Heeren.